Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven onze omgeving, meer boven Engeland en het westen van Frankrijk. Het weer in onze omgeving wordt nog bepaald door een hoge drukgebied boven het centrale deel van Europa en daaromheen staat een oostelijke stroming. En dat betekent dat we te maken hebben met wolkenpartijen, maar ook flinke opklaringen. Vanavond klaart het dan ook flink op. Soms is het nog bewolkt, vooral in de noordoostelijke helft van het land. Maar ook daar hebben we vannacht opklaringen en het kwik gaat overal dalen tot net iets onder het vriespunt. Lokaal kan het glad worden en ook ontstaan een paar misbanken. Die hebben we morgenochtend vroeg en dan is het ook kans op gladheid in de vroege ochtend. Maar in de middag loopt de temperatuur weer op naar 3 tot 5 graden. We zien de zon geregeld, maar er zijn ook wat hardnekkige wolken, met name in het noorden en noordoosten van het land. Het wordt zoals gezegd 3 tot 5 graden en de wind die is zwak vanuit het oosten. Dan hebben we woensdag ook nog een droge en koude dag met een middagtemperatuur van 4 of 5 graden. Geregeld zonneschijn, maar van het westen uit raakt het geleidelijk aan bewolkt. Donderdag wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met van tijd tot tijd wolken en ook gaat de temperatuur omhoog naar 7 of 8 graden. Het kan ook af en toe wat lichte regen of motregen gaan vallen. Vrijdag dan is het weer droog en gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Maar als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de komende 15 dagen, dan zien we de kou van de komende dagen. En daarna gaat het kwik omhoog, zodat we richting de kerstdagen toch wel rond de acht zitten. En ook in de nacht is de vorst verdwenen. Dus de kans op een witte kerst is vrij klein dit jaar. Ik ben Diana Woei van weerplaza.nl.